Yes, vandaag is zondag, dus zeggen we... Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pip. Goedemorgen deze... Goedemorgen deze morgen, nieuwe dag, nieuwe vlog. En het is zondag, dus het is weekend. En het is ook meetingdag vandaag. Dus ik ga er vandaag allemaal ontmoeten. Ik hoop dat we met veel haaf komen. Maar al komt er maar één, of komen er 10, of komen er 100. Het is al gelijk, ik ben er voor jullie alleen. Voor jullie ben ik daar. Ga ik mijn leven opofferen, mijn vrije tijd, voor jullie. Dus ja, gisteravond, zijn we naar de cinema geweest, maar we waren dus tamelijk laat thuis. En ik had dus echt geen goesting meer om dan nog te beginnen editen, want toen ging het weer midden in de nacht zijn. En ik zei ja, ik ga 's morgens editen, dus vandaag... Dus vandaag gaat de vlog een klein beetje later erop staan. Geen probleem, kan gebeuren. Dus ik heb al een keer gezegd, ik heb geen vast uur. Dat kan 's morgens zijn, maar dat kan ook even goed een keer 's middags zijn, 's avonds. Ik heb geen vast uur. Ik weet, er zijn mensen die zeggen tegen mij, ja, we kunnen het ook inplannen en al. Maar eigenlijk heb ik daar geen goesting in. Ik wil gewoon er zelf controle over hebben wanneer dat ik klik en dat erop gaat. Dat wil ik gewoon zelf doen. Ja, er zijn ook heel veel mensen die shoutouts willen. Ik wil dat allemaal doen. Ik ga dat ook doen. Maar mensen, geduld. Want er zijn honderden die shoutouts willen. Dus, maar ik ga allemaal één voor één. Had ik dan gewoon elke dag een stuk of vijf. Moest ik allemaal de shoutouts moeten doen. Ja, dan kun ik 3 video's maken. Alleen met shoutouts alleen. Nu gaan we gewoon een beetje eten, denk ik. En dan ons klaarmaken. En dan gaan we... Ja, we gaan het wel zien, hè, wat we allemaal gaan doen. Sowieso, vanmiddag gaan we naar Brugge. Dus ik kijk er echt naar uit om jullie allemaal te zien. En terwijl dat ik hier mijn sandwichje aan het opeten ben met hesp en mayonaise... ga ik de shoutouts van de dag geven. En de shoutouts van de dag gaan naar... Enrique de Klerk, Matteo Rijkbos, Merel Oudenaard, Daily Verkouteren, Iwijn de Grendel, Tuur Troonbeeks en Jannes Jacobs. Voilà, proficiat, geniet ervan, hè. Yo! Shoutouts zijn gegeven, boterhamke is gegeten... En Nathalie heeft daar juist gekeken in dat boekje van de rommelmarkt. Dus je kunt zo een boekje kopen. Zo, dat is dat hier. Rommelmarkten 2017. En daar staan eigenlijk al de rommelmarkten op. Bijna toch, van in Vlaanderen. En ze heeft daar juist gekeken. En er is net schijnt een rommelmarkt in Oudenburg, in de Sporthal. Dus daar gaan we nu een keer naartoe gaan. Misschien nog een Blu-raytje vinden. En als ik er nu gevonden heb, als ik er 1 of 2 vind, ga ik dan een Blu-ray update video maken. Speciaal voor jullie. Ha, wat denk je daarvan, hè? Ben ik niet goed voor jullie? Ben ik niet gewoon het beste uit je leven? Halleluja. I get misty just holding your hand. Yeah.
op de rommelmarkt. Nathalie moest eerst nog een keer tanken. Ah ja, ik heb al getankt. En Nathalie moest parkeren. Maar Nathalie kon dat dus niet tegen als commentaar als ze parkeert. Hè. Want tot hey jong, moet je stoppen met massa? Hij doet het zelf, hè? Hij het zelf kunt. Rit het zelf, hè? Nee, nee, nee. Hey, maar kan toch? Ja, kunt, kunt. Ja, nu kost ik het niet meer. Je moest wel het staan. Oh. Oh, ja, 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 we gaan een keer gaan kijken naar de rommelmarkt. Dat is ja. Open dat we een keer een Blu-raytje vinden. Hè? Dat we de Blu-ray update kunnen doen. Dus hier gaan we dan. En ja, het rommelmarktje is gedaan. Ik heb 6 Blu-rays gevonden aan schone prijzen. 2 aan 1 euro het stuk, 1 aan 3 euro en 3 aan 2 euro het stuk. Dus mooi prijsje zo. Nathalie heeft ook wat gekocht, wat kleertjes is ze gekocht. En wat heb je nog gekocht? Kerst. En parfum is ze gekocht en? Kerst. En iets voor kerst is ze gekocht, decoratie. Want ja, binnenkort gaat ze haar kerstschrijf uithalen. En dus je hebt toch gezien van Halloween dat ze vol met heksen staat. Maar als kerst is, het is dan nog een keer, allez, het is nog dus keer naar. Wow, 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 rustig. Wel, grief. Maar ja, het is gezellig. De kerstsfeer is wel gezellig. Gaan we uit dan? Ja, ja, ze is een beetje lat. Normaal is het zoest achter die Halloween, is het al die kerst direct. Ja, het staat dan allemaal volledig vol. Maar ja, misschien van de week kun je het doen. Ja, kijk, we gaan naar huis gaan. En we gaan nog een beetje chillen op de mark. En met skampies. Ah, en we gaan met skampies klaarmaken vandaag. Ja, dat gaan we ook doen. En dus ja, een beetje chillen, skampies klaarmaken. En dan vanmiddag naar Brugge heen. Ik ben echt een keer benieuwd hoeveel volk dat er gaat zijn. Maar het is al gelijk, is nu veel volk of niet veel volk. We gaan ervan genieten, sowieso. Dus, nu gaan we naar huis toe. En we zijn weer thuis gekomen en we gaan ons tussenbiet weer klaarmaken voor te vertrekken naar Brugge. Het is nu 11:15, maar doordat het kerstmarkt is, gaan we een beetje vroeger vertrekken, dat we een beetje parkeerplaats zijn. En eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik een beetje zenuwen vooral de rommel te ontmoeten. Ik weet echt niet met hoeveel dat we gaan zijn. Ik heb er geen gedacht van, is het veel of niet veel, ik weet het echt niet, maar ik heb zelf een beetje zenuwen. Maar ik heb comments gelezen die zeggen, oh my god, ik heb zin nu voor u te zien, ik ben nerveus of dit of dat. Ik heb dat allemaal gelezen. Maar voor mij te ontmoeten moet je niet nerveus zijn. Ik zou niet weten waarom. Dat ik meer zenuwen heb voor ons te ontmoeten. Of ja, hoe groot dat gaat zijn, ik weet het niet. Ik heb er echt geen gedacht van. Ik hoop dat er veel mensen komen, maar ja, ik weet het echt niet. Maar we gaan het wel allemaal zien. Ik zeg het, het is mij al gelijk. Komt er 1, komt er 10, komt er 100, het is al gelijk, maar kijk er wel naar uit. Maar ik heb toch een beetje zenuw. Dat geef ik wel toe zo. Jamie is hem nu aan het douchen. We hebben zojuist een boterham gegeten en we gaan dan vertrekken. Tot zijn beet! Ja! Voilà, toegekomen in Brugge. Oh, het is queen of koud. Ik heb mijn muts wel mee, maar ik draag niet graag mijn muts op camera. Jamie is ook mee.
Nathalie is ook mee. Oh. En ik loop hier bijna op die vrouwen. Dus ja, ben ik benieuwd hoe dat er hier straks gaat verlopen. En het is kerstmarkt ook. Dat wist ik dus nog maar 2 of 3 dagen geleden. Dus ja, we gaan het wel zien allemaal. Chill, op het gemakske. Is toegekomen, de Quinten. Ja. Zeg een keer goeiedag tegen de kijkers. Ja, maar ja, het moet altijd de eerste zijn, hè, ja. Het moet altijd iemand de eerste zijn. Hoe laat is het nu? Ik weet het niet zien. Het is nu 2:04. Maar ja, kijk, voilà, ze zijn gewoon op tijd. Ja. Dus dikke duim voor Quinten. Hey. Ze zijn al weg. Voilà, nummer 2 is hier ook toegekomen. G-Sami, ja, ja. Voilà. Alles is bedankt voor de banner te maken en de ja, outro. Hij heeft dat gemaakt voor mij. Ja. Dus dikke uiter. Dikke shout-out naar G-Sammy. Yeah. Iedereen abonneer op zijn kanaal. Hij heeft een game kanaal. Ja. Ik ken niet veel van games, maar ja, de mensen die er wel veel van kennen. Ja, check zijn kanaal, hè. Wel niet zo hek, ik heb dus, niet zo hek? Ja, no. Niet zo hek, lekker met u. Ah ja, oké. Okay. Allee, salut. Salut. Ja, dus het is hier een bandje toegekomen. Oh! Yes, we zijn hier met Lucas, een shout-out doen. Yes, zo naar mijn moeder. Naar je moeder? Ja. Voilà. Ook groetjes van mij voor uw moeder. Ja, gaat doen dan. Ah ja, oké. Okay. Voilà, William is hier ook. Hij had ook een shout-out doen. Ja, shout-out aan politie Brugge. Want ja, dat zijn niet echt mijn beste vrienden. Shout-out naar politie Brugge, want het zijn niet echt uw beste vrienden. Ja. Waarom niet? Omdat ja, ik heb geen probleem mee gehad. Het probleem met de politie van Brugge? Allee, 1 keer, maar ja. Ah ja. Allee, salut, hè. Ja. Ja, en Tim is hier ook vandaag en hij wil ook een shout-out doen. Zeg het, een shout-out doen naar mijn moeder en naar mijn vrienden. Naar je moeder en naar je vrienden. Ja. Allee, moeders zijn populair vandaag. Allee, goed. Dikke noot, bedankt voor het komen. Ja, zijn een keer al de namen, gast? Ja, Jannes. Lucas. Tjor. Sanne. Allee, en ze willen hier ook een shout-out doen, zeg het, ja, een shout-out naar Sinterklaas. En naar Pepe Blue. Ja, en naar Brugge. Louise. En naar Brugge. Ja. Dikke noot. Wie zijn het, Pepe Blue? Iedereen. Wij allemaal. Ja, we doen allemaal. Goed, allee. Ja. Toppie. Toppie. Ja. Wacht. Toppie. Wacht, kijk. Toppie. Ah, ik zei, ze gaan het allemaal doen, maar ik ben weer de enige. Ja, we gaan een keer een dikke shout-out doen. Kienta en Caitlin is hier. Zeg het maar een keer, dames. Shout-out naar Marten. Yeah. Ah, doe maar luid, hè. We don't give a shit, hè. Goedemorgen, deze morgen. Voilà, ik ben mega content. Er zijn 12 mensen gekomen in totaal. Ik ben mega blij dat ze gekomen zijn. Nu gaan we nog iets gaan drinken. Samen met G-Sammy. Hij is nog altijd in de building. We zijn, wel niet binnen, maar buiten de building. Dus ja, we gaan iets drinken, een koffietje. Ik ga ons eens een koffietje drinken. Wat ga jij drinken? Oh, ik ben niet zo voor een koffietje. Nee? Oh. Wat ga je dan drinken? Ik ga nog kijken, nog wat een verrassing drinken. Een kijken, ah ja. Ja, mensen, ik heb hier dus nog een fan tegengekomen. Voilà. En ze zijn ook al lang geabonneerd op mijn kanaal. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. En voor de rest alles goed, ja. Ja, oké, dank u. Bedankt. Voilà, we zijn hier. Oh, die zon. Dus we zijn hier toegekomen in café
We zijn hier toegekomen in café Pik. Dat is wel een rare naam, maar allez. En we gaan tot tijd dan hier een cappuccinoetje gaan drinken. Samen met de mama en de papa. G. Sammy. Yeah. En de Jamie. Natalie. En Pip Blue. Ja, echt. Het was plezant, hè? Ja, het was wel heel plezant voor een veel kijkers geweest. Een mooi shout-out van die kijkers. Ja, shout-out naar al de kijkers, naar al de abonnees, naar al de mensen die gekomen zijn. Het was plezant. Ja, die de moeite gedaan hebben te komen voor mij, voor G.S. Sammy. Ja, het was... G.S. Het is G.S. Sammy. Ja, hey, sorry. Maar nu gaan we gewoon dus een cappuccinootje drinken. Dat gaan we gewoon doen. Maar dat blijft hier wel maar duur, hè. Wanneer we zullen komen, hoe duurt die lang? Ja, we zitten hier al een uur. We zitten hier al 3 uur en 33 seconden. 3 uur en 33 seconden. Allee, gaan we het gewoon zo laat. Salut! Ja. We zijn thuisgekomen en echt, ik vond gewoon echt de max. We waren met 15 in totaal. Het was dan nog een jongen die mij tegenhouden had voor een foto te pakken. En ja, what the fuck. Er zijn gewoon 15 mensen gekomen voor met mij op de foto te gaan. Voor shout-out te geven, voor een keer op de vlog te staan. Ik vind het gewoon echt de max. Het interesseert me niet wat de mensen gaan zeggen van hoe zijn er maar zoveel of dit of dat. Het zijn gewoon 15 mensen gekomen. What the hell. Ik ben gewoon echt mega content. Dus al die gekomen zijn, Blue Squad, dank u wel. Echt de max dat je gekomen bent. Ik ga dat nooit vergeten. Echt wel. Ik vind het gewoon magnifiek. Echt wel, voilà. Maar nu gaat het gewone leven weer verder, dus we zijn thuisgekomen. Morgen is het papier dat ze komen ophalen, dus ga ik papier buiten zetten. Toen moeten we nog kijken voor te koken. We gaan lekkere scampietjes eten vandaag. Dus dat gaan we dan ook nog klaarmaken. En dan gaan we op het gemakje chillen, want morgen is het weer een werkdag. Dus we gaan het wel allemaal zien. Tot ze bieten, we gaan eraan beginnen. Yo! Ken ik dat papier buiten gezet. En Nathalie is ondertussen de scampies aan het kuisen. Dus het van die scampies, ze waren gepeld. Maar dat darmkanaal is er nog niet uit. Het is veel mensen die dus dat darmkanaal er niet uithalen. Maar hoe vuil is dat? Ik ga eerlijk zijn, vroeger deed ik dat zelf niet, omdat ik zelfs niet wist wat dat was. Maar ik heb dat een keer gezien in een kookprogramma. Dus dat allee, de onderkant eigenlijk, had ik het tonen, die zijn nog niet gedaan. Hè. Kijk, hier, dat zwart streepje is eigenlijk gewoon pure scampie stront dat je opeet. Ik wist dat niet. En dus, ze hadden dat getoond in dat kookprogramma. En toen had ik zoiets van, hoeveel kilo's scampie stront heb ik al gegeten in mijn leven? Ik vond dat gewoon mega vies. En toen, C13. Ja, hebben we dat altijd al dat eruit. Maar normaal kun je dat dus kopen ontdarmd en gepeld. En die waren gepeld, maar die waren blijkbaar dus niet ontdarmd. Dus ja, nu is Nathalie dus eigenlijk scampi stront aan het uithalen. leuke job anders. We'll be right back.
we hebben lekker heten. Mega lekker scampi's in de roomsaus met look en met rijst. Dus ja, het is 6:00 s'avonds. We gaan weer nog een beetje op het gemakje zitten. Nee, eigenlijk niet. Ik ga beginnen editen. Dus ik zou iedereen nog een keer willen bedanken om te komen vandaag. Ik ga hier de vlog afsluiten. Salutjes allemaal. Bedankt om te abonneren. Abonneer op mijn kanaal. Like mijn video's. Deel mijn video's. En ik wil juist nog één ding zeggen. Een grote dikke shout-out naar G. Sammy. Ik ga de link van zijn YouTube kanaal hier zetten. Hij heeft die banner gemaakt voor mij. En ook de outro op mijn video's. Volledig gratis. Ik heb daar niks voor moeten betalen. Een mega, mega, mega vriendelijke jongen. Is achter de meeting is er nog iets met ons komen meedrinken. Een heel, heel vriendelijke jongen. Dus als je graag van die gamekanalen ziet. Zijn gamekanaal is echt mega goed. Dus ik zou allemaal zeggen, abonneer op zijn kanaal alstublieft. En tja, we gaan het hier gewoon afsluiten. Dus, salutjes hé. Yo, tot morgen. Yo, yo. Yo, salut.